mensen, top dat jullie weer kijken. Hé, hey, wat vind je van onze schitterende occasie? Dit is of was een Nissan Patrol. Ja, dat ziet er goed uit, hè? Dit is in ieder geval een 3300 zescilinder. Dat is een serieuze motor. Dat is een mooie beer. Geen turbo erop. Diesel, dat is degelijk. Want we gaan een project bouwen in opdracht van OOC en Rij Carrosserie NL. Waar 300 trailer- en carrosseriebouwers bij aangesloten zijn in Nederland. Carrosseriebouwers, dat zijn bedrijven die truck en trailers en opbouwen op vrachtwagens, vuilniswagens, alles wat je maar kan bedenken, die repareren zij en bouwen zij. Want vrachtwagens komen namelijk niet met een opbouw uit de fabriek. Dat wordt dus door carrosseriebouwers gebouwd. Het plan is om deze auto om te bouwen naar een ideale wagen om boomstammen mee te transporteren. Hé, hey, maar laten we eerst maar eens even kijken of die het nog wel doet. Ja, dit gaat wel goed. Nou, grote sleutel op de krukas. Mooi. Oh, en compressie zat. We hebben in ieder geval al gecontroleerd dat de motor los is. Dat is in orde. Hij heeft ook compressie. Je voelt echt duidelijk de verschillende cilinders druk opbouwen. Dus dat lijkt allemaal in orde. Nou moeten we nog even kijken dat er olie in zit. Kijken dat het dat die lucht heeft. En uiteraard kijken of dat we brandstof hebben. We gaan nu de bovenkant eraf halen, de hut. Gaspedaal. We hebben een rijend chassis en materiaal hebben we net gehaald, dus we kunnen gaan bouwen, maar we moeten nog even een ontwerp gaan maken natuurlijk. Nou, dat treft, want we hebben van Rij een bouwpakketje gehad. Dat kunnen we straks gebruiken om onze carrosserie op te ontwerpen natuurlijk, hè. Kijk hier. Hoppa! Hé, hey, maar dit, dit bouwpakketje, ja, reclame erbij, hè? Kun je dat is mooi. Aanvragen, toch? Ja, dan moet je even op de link klikken onder de video. Brrr. Stap 14. Ik heb stap 14 al vast gedaan, hoor. Hoei! Ik denk dat hij zo moet. Oh, Dirk, jij hebt ook helemaal geen verstand. Oké. Bij ons zat natuurlijk de cabine, die zat hier zo, hè, in het midden. Maar die moet natuurlijk naar voren. Want dan krijgen we achter de cabine krijgen we natuurlijk meer laadruimte. Dan kunnen we langere boomstammen meenemen natuurlijk, hè. Ja, laten we daar eerst maar eens naar gaan kijken, denk ik. Hè? Dat we die bestuurderspositie naar voren toe brengen. En een cabine maken, want dat is natuurlijk wel veilig als je omrolt. Dat je een cabine. Dat zou natuurlijk zomaar kunnen gebeuren in het bos. Ja. Huh? Hey, nou, kijk eens. Haha, klinkt het vet. Ja. Nou, dit is wel goed hoor, zo. Moet je kijken. We hebben qua vrijloophoek echt niks verloren. Zoals we het nou gebouwd hebben, dat is gewoon nog steeds even goed als dat die Patrol origineel was. Maar moet je kijken wat we nou wel hebben al in hier. Hoeveel ruimte we nou hebben hier achter. Oh. Nou, doen we het allemaal voor natuurlijk, hè. Kijk. Ik heb net alvast wat spulletjes bij Indy besteld. We krijgen een Haaks tandwielkastje wat hier straks tussen kan. Dus dan kunnen we dat stuur morgen afwerken. Zo, kijk hier! Oh, kijk hier is hij! Beauty, wat een beauty! Dat is mooi, hè?
Ja, dit is chic. Dit zijn de pedalen, hè. Ik denk dat we bijna kunnen testen. Dan kunnen we bijna rijden, ja. Ik heb net een schetsje gemaakt. Hier ligt hij. Oh, vakkundige schetsen. Ik heb even gauw fotootjes gestuurd naar staaltje vakwerkers. Als het goed is, kunnen we dadelijk die plaatjes ophalen. Ja. Prima, toch? We willen natuurlijk wel de zescilinder horen. Dat is allemaal gewicht. Dat is weer een boomstam extra die we mee kunnen nemen. Oh, het moment van de waarheid is daar. Het wordt bijna donker, maar we willen toch nog even gauw testen natuurlijk. Ja, we zaten vast. De 4x4 doet het niet. Ja, ik denk dat we naar huis moeten gaan. Even kijken wat daar aan is. Oké. Okay. Ja. Nou, de testrit is een feit. Er zijn nog een paar kleine details. Hij heeft nog, ja, de 4x4 doet het niet. En hij heeft ook helemaal geen asdruk op die achteras. Dus ja, we gaan die 4x4 maken. Maar we gaan natuurlijk ook nog een laadbak maken, hè, die erop moet komen. Hey, maar dat zien we de volgende keer. Dus ik zou zeggen, bedankt voor het kijken naar deze video. En tot de volgende.